De voorbereidingen voor de tweede Loonse Quiz zijn in volle gang. We zijn hier in het Rovershol van de Quizmasters. Ze zijn volop bezig met allerlei dingen. We zullen ons even vragen waar ze mee bezig zijn en wat de nieuwe plannen zijn. Mark, de Loonse Quiz, de tweede editie. Vorig jaar een enorm succes. Waaraan denk je dat het te danken is? Omdat het gemaakt wordt voor en door Loonse mensen en iedereen er eigenlijk aan mee kan doen, is dat gewoon hartstikke leuk om daar niet, of ja, zonder om niet bij te zijn. Bart, je bent iets aan het inpakken. Is dat drugs of hoe moet ik dat zien? Wat denkt hij zelf? Voor mijn gevoel is het gewoon drugs. Ja, gemiddeld genomen wordt deze in Londen al meer gebruikt volgens mij, dus dat kan wel kloppen. Jan, je bent nieuw in het team. Ja. Waarom denk je dat ze jou gevraagd hebben? Een intelligentie. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ja, ik kan ook zeggen dat ik zo knap overkom op de camera, maar dat gebeurt ook geen man. Gerry, ook nieuw in het team. Ik zie dat je bezig bent met kinderspeeltjes. Is dat jouw specialiteit? Ja, dit is mijn specialiteit. Wel een beetje sorteren van hamerkralen. Nee, ik dacht jou hadden gevraagd omdat je blond waard, maar... Sanne, je bent bezig met strijkkralen. Hoe is dat goed voor je? Wat gaat er van maken en hoe had je dat bedacht? Het is de bedoeling dat de mensen dadelijk met de strijkkralen een mooi enkelbandje gaan maken. En dan zijn wij heel erg benieuwd naar de creaties. Zoals je hoort, proberen de Quizmasters ons op het verkeerde been te zetten. Ze maken ons wijs dat de strijkkraal een opdracht is voor de teams. Goedgelovig en betrouwbaar als we zijn, vinden we tijdens onze rondgang langs de teams niemand die iets weet van strijkkralen. Wat een teleurstelling. Joke, gepokt en gemazeld met de Loonse Quiz. Jij weet alles van de Loonse Quiz. Jij weet ook hoe je dat er gewinnen al? Of denk je van nou, diegene die de... Die twee eerste vragen, die maken de meeste kans. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat iedereen evenveel kans heeft om te winnen. Dat die vrijstellingen, dat is hartstikke leuk geweest. Maar die zijn niet doorslaggevend, denk ik, om te winnen. Het gaat toch wel om meer dingen dan die vier of die 40 punten. Geen idee. Nou, in ieder geval hartstikke spannend. Ik wens jullie er veel succes mee met de voorbereidingen. En we zien vrijdag wel hoe dat gaat gebeuren. En Ries, je hebt wel een beetje familiebanden mee hier met de Quizmasters. Denk je dat je ook een voordeel mee kunt doen? Nee, want daar hebben we helemaal niks geen voordeel mee hoor. We kregen helemaal niks steuren. Echt niet. Nee. Nou, ik heb twijfels, want ik hoor wel links en rechts meer dat er informatie los wordt gelaten. Nee, absoluut niet. Nee. Bij jullie dus niet? Zelfs nog niet met die eerste vrijstelling. Wij gingen op vakantie. Wij wisten er ergens niks van. Dus, Ja, maar je hebt toch in het hoge loodje gestaan, dus wat dat betreft... Nee, dan waren wij al weg. Ik kreeg ook niks steuren, want we moeten niet op vakantie gaan of zo. Gerry, gezien de terreurdreiging, is er ook aan extra veiligheidsmaatregelen gedacht? Nee, maar we hebben wel veiligheidsesjes allemaal aan. Dus ik hoop dat iedereen het doet. Ik ben ook niet zo bang dat er hier een ongeluk gebeurt. Maar het is wel een groot evenement, laten we eerlijk zijn. Ja, 790 mensen, dat is echt heel groot. Hè? Ja. Dag mevrouw, mag ik u wel vragen? Ja. Wie bent u? Anita Tolen. En van welk team? Just for fun. Dus je doet mee voor de lol, als ik het goed begrijp? Ja, wij niet zo serieus allemaal, valt al mee. En waar zitten jullie? Bij Toon, met Toon van Beer in de Hoofdstraat, waar je vorig jaar die bel kapot trok. Oh, dan komen we er niet. Sorry nog, Toon. Moet wel kloppen, want de bel doen we niet. Oké. Hier op deze locatie, daar zitten de draken van Joris. Ik verwacht een stel grijze mannen. Het zijn waarschijnlijk gildebroeders. In hun pakken zitten, zullen ze wel zitten. Wie is hier de grootste draak van de Sint-Joris? Van de guld? Denk iedereen van de guld hier? Ja, we zijn net weg. Dan komen we eens even kijken. We gaan eens even kijken wat hij te zeggen heeft. Luister wat ze allemaal weten. En dat is al niet zo weinig als je daar naar zit te luisteren. Nee, maar je denkt wel dat ze jouw hulp wel nodig hebben. Dat weet ik niet.
Want ze hebben wel gezeten dat ze wijze mensen moeten hebben. Maar dan weet ik toch wel dat ze niet bij mij moeten zijn. Waar ben jij mee bezig? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Maar welke vraag is dat? Ja, deze. Ja, maar waar gaat je over? De scouting. Over scouting? Had je op scouting gezeten? Ja, ik zei laaieren. Oh, ja. Dan moet je dat tegen de andere weer. Ja, schijnt vooral. Oh, dat stond net. Nee, want dan gaat het naar het aanmelden. Beginnen gewoon mee. Aangeef voor tientjes. Krijg je dan? Kijk, hebben jullie vorig jaar meegedaan? Nee, we hebben vorig jaar niet meegedaan. We gaan het nou eens proberen. Oh, dus het is extra spannend. Het is heel spannend. Hoe verwacht je dat jullie het gaan doen? Nou, ik verwacht met een groot aantal wel goed. Powerteam. Powerteam. Super, hey, veel succes. Ja, dankjewel, jullie ook. Heuvelseweg, Twittehuis, Blond & Co. Blond & Co, wie is Co? Blond & Co. Er zitten niet zoveel blondjes hier. Zit er ook. Nee, ik was met Dit Was Het Nieuws bezig, mijn vraag 3, met YouTube-filmpjes en zo, maar pittig. Nou, heel de quiz is pittig, laat wil ik zeggen. Ja, voor sommigen wel, hè. Heb je vorig jaar meegedaan? Nee. Dit is echt nieuw voor jou? Ja, alles nieuw, helemaal. Voor iedereen hier, of? Ja. Ja. Nou, dan gaat het maar aan staan. Ja, dan gaat het maar aan staan, ja. Dat toch? Ja. Daar heb ik nog koffie, bier, chips. Wij komen niks kort. Wie ben je? En doe je dat niet, Frans? Ja, ik wel, maar jij moet tegen de mensen zeggen. Oh, Erik Willems. Jij zit ook bij de Vriendelijke Vrienden? Ja. Wat ga je doen? Ja, dan gaat er iemand Scooby doen en dan gaat iemand thuis naar de puzzel maken. Maar die komen niet van huis weg, dus die werken van thuis uit. Ah. Nou, ga naar huis, want ja. Tijd scheldt. Komt goed. Hé, hey, houdoe. We gaan hier bij de Vriendelijke Vrienden binnen. Dat zijn de winnaars van vorig jaar. Een stuk drukker als vorig jaar, of zie ik dat verkeerd? Ze pakken het heel strategisch aan. We gaan in ieder geval vragen hoe dat hun plannen zijn. Harry, we gaan daar naar de... Hoe heet die gasten ook weer? De Bijsfamilie, die zijn ook bezig om jullie van de troon af te stoten. Hoe denken jullie hun te kunnen tackelen? Ja, tackelen. Ik denk niet dat wij te tackelen zijn. Je ziet hoe wij hier werken. Hè? Dat is gewoon van het systeem waar wij bedacht hebben hier. Nee, maar ik voel wel dat het heel gevoelig ligt als ik zeg dat ik naar de Baais familie ga. Nee, niet echt. Nee. Nu heb ik vorig jaar al een keer gewonnen, dus dan mag best iemand anders een keer. Nee, maar hoe ik het laatste jaar zo ervaren, de winnaar. Ja, dat is wel een hoop roem natuurlijk. Als je zo op de straat loopt, dan zwaai je mensen en op de foto en handtekeningen en zo. Dus wat dat betreft is het wel een keer leuk om mee te maken, maar... Zo, we zijn bij nummer 28 en zoals je ziet hebben ze daar ook... Luid en duidelijk er staan, hartstikke grappig bord. En als ik zo luister, dan zijn ze hartstikke druk bezig binnen, want ik hoor een hoop groezemoes en volgens mij komt dat helemaal goed vanavond. Ricky, ik begreep dat jullie vorig jaar tweede zijn geworden, hè? Hebben jullie een geheim recept als tactiek? Of, Nee, en ik denk dat we dit jaar wel moeilijk weer, hoor. Het is spannender dan vorig jaar. Spannender, maar waarom? Omdat vorig jaar was alles nieuw en nu dan denk je van, nou moeten we toch proberen weer tweede te zijn of eerste, maar ja. Wordt een spannende race. Ja, wordt een spannende race, maar je ziet het, we zijn volop aan de gang, hè? Ja, ja. Ja, super, hè? Heel veel succes. We zijn nu bij de familie Baais, die hebben twee vrijstellingen al. Wij gaan eens even kijken hoe dat hier... Ruilt en zelt. Ja. Je voelt gewoon de spanning hier rond het huis. Ik zal eens even naar Harry vragen, want die heeft vorige keer de vijver ingesprongen. Hoe dat je... Harry. Zeg het eens. Waarom dat ik gedaan heb, omdat wij ook zelfs de tweede vrijstelling gewoon hebben, gewoon iedereen te vlug af zijn. En hoe dat ik gedaan heb, gewoon schoenen uit en hop, wat erin lopen, vrijstelling pakken en onder mijn jas stoppen voor de volgende, om ze een beetje af te leiden. De geruchten gaan rond
dat jullie connecties hebben met de quizmasters? Wij hebben iedereen connecties, dus zelfs met de quizmasters. Zelfs met jou, Frans. Jongen, jongen. Hoe komen jullie aan het systeem? Als jullie hier niet binnengelaten hebben, ons systeem van volgend jaar wordt compleet nagehaapt nou. Er wordt schijnbaar flink geïntimideerd tussen de verschillende teams. We hebben hier een brief. Dus hebben wij natuurlijk overal contact gezocht met alle instanties om te zien wat er nou van waar was. Het gaat erover dat er vanavond geen internet gaat zijn, omdat er werkzaamheden aan de glasvezelnetwerk hier in Hoge Loon zijn. Waar is hier die vrijstelling? Zo hier ergens in een... Ja, hier. Kijk, daar doe er wat mee, hè. Tjonge, jongen, dat ziet er leuk uit. De eerste punten zijn al binnen. Wel lekker optimistisch, maar als het straks helemaal fout gaat, dan... We moeten nou even kilometers maken, want we moeten naar de Wargumroeken. Dat is eigenlijk bijna in Kaasteren. Dus dan gaan we nou even kijken wie daar zitten. En wie daar zijn. En wat ze toen zijn. Tjonge, wat druktes, wat een jeugd. Allemaal op laptops en mobieltjes. Eens kijken wie ze allemaal zijn. Dat is de jongste, dat is Lieke Willems. Dex van Haken. Suzanne Hansems. Marleen van der Rijden. Paula, der kinderen. Paula Willems. Evie Hendricks. Lian Visserhoeks. Sander de Laat. Koen Romans, druk aan het werk. Dirk Waterschoot. Paul Hansems. En Rob Visser. Dan het brein, John Molle. En Frans Willems. Jan van Beers. Eve van Mol. Eve van Mol. Annette Willems. Inge Waterschoot. En Nout van der Vleuten natuurlijk. Jan, wat ben je mee bezig? Ik ben proberen aan het verbinding te krijgen. Ja, maar je weet niks uit mijn kop. Nee. Dat ging niet lukken. Ja, ik ben heel benieuwd of dat jullie dit jaar de masterminds van Hoge Loon worden. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, wij gaan ons eigenlijk gewoon stinkend best doen. Maar ik weet niet of wij dat gaan halen. We doen ons best. Vinden jullie het spannend? Of? Ik vind het heel spannend. Ik vind het ook heel leuk. Maar voor ons is het allemaal heel vreemd. Want we gaan dus nu voor de eerste keer mee. Hè? Dus vorig jaar geen tijd gehad. Dus nu gaan we ons best doen. Voor de eerste keer met een heel groot goed team. Ja, onze eigen familie. Hè? Mijn broers en zussen, neven en nichten. Dus eigenlijk wel heel leuk. Superleuk. Hey, veel plezier en succes. Oké, dankjewel. Hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Jullie zitten in de garage. Ja. Is daar een hele erge reden voor? Of, ja, we zijn verstoten door de familie. Dus nee. Nee, wij hebben rust nodig. Hè. Het is daar zo druk. Hebben ze iets van, dan gaan we hier ook zitten. We zitten dus, kun je zien, we hebben een gezonde familie. Ja. Maar ik denk dan de echte wetenschappers, de knappe koppen, die zitten hier dan. Ja, zo is het. Jij snapt het. Zou ik niet zeggen. Hier van deze vriendengroep Jos Beers, maar wat moet je hier komen doen? Wij moeten hier een foto komen maken van de meubelstier en dan moeten we 10 attributen van de 10 onderdelen van de quiz moeten we bij hebben. En dat zijn? Ja, dat zijn de woordenboeken van het Nederlands woordenboek, bloemen. Een beeldje van koning Kyrie, lineaal van minimaal 30 centimeter, een tijdschrift, die privé of de story. Je zit er allemaal bij. Daar hebben wij allemaal bij. Alleen het probleem is nou dat het niet de grond mag raken. En dat hij dat toch allemaal goed zichtbaar vast moet houden. Ik ben heel benieuwd, Wim. Hoe gaan jullie het doen dit jaar? Wij gaan het nog beter doen dan vorig jaar. Toen waren we zevendes. En we hebben het nog even geëvalueerd. En wij hebben nou de taken beter verdeeld. Dus dat komt helemaal goed met deze quiz. Speciale geheime tactiek ontwikkeld. Ja, maar die zei ik nog niet. Snap ik. Ja, heel veel succes en gaat wel goed komen, denk ik. Ja, ik weet het zeker. Dankjewel hè, voor de interesse. Ja, komt goed. Mark, heb je allemaal attributen bij? Ja, ik heb attributen bij. Die zijn voor... We moeten dadelijk op de foto bij de molensteen. En dan moeten we een bal, wc-papier, woordenboekje en van allerlei attributen. Dan gaan we dadelijk de foto en die moeten we voor 10:30 doormelen. Ja, de alles? Ja, Maarten Kasteleins die is de rest al. Dus... Nou, succes ermee. Ja, dankjewel. Hier zijn we bij nachtdienst. Er zijn er heel veel met de fiets.
Ik denk dat ze heel lang blijven en heel veel drinken. Er zit heel veel jeugd. Allemaal wel netjes de fiets op slot. Voor de buurtpreventie is dat dan ook nog een keer. Drukberaad van de jeugd. Waar zijn we hier? Bij de nachtdienst. Hey, ik zie hier veel drank. Jullie weten dat veel alcohol IQ verhoogt of is dat jullie nog niet bekend? Sjors, hoe ging het met het oplossen van de quiz of is dat bijzaak? Vreks lastig. Wie is er naar de, kijk naar de soep geweest? Vind je. Je speelt hem wel weer weg met bier. Ja, dat komt wel goed. Was hij niet lekker? Maar niet echt. Bier lekkerder? Ja, ja, ja. Maar, ondertussen toch ook nog iets aan het oplossen? Ja, pontop niet wel. Nee, maar welke vrouw ben je mee bezig? Ja, wie dat deed is op deze foto van de voetbalvereniging. Maar dat kunnen we niet vinden, want dat is geblokkeerd, helaas. Van, volgens men is er een van de Lord. Ze hebben het witte poeier ontdekt, dus ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Je zit in een hoop jeugd, best wel ervaring in dergelijke dingen. Wij houden onze eyes wide open even hoor. Wat denk je dat je gaat doen met dat poeier? Ik denk een dipsaus maken. Heb je het al geproefd? Nee, ik heb het niet geproefd. Nee. Dat is twee tegen. Deze is salmiak, doe ik twee. Ja, denk deze dat zout is en deze. Ik zie je moeder alweer. Ja, dat vind ik niet goed. Een dippen. Niet snijden. Dat is Ja. Sowieso. Dit speelt nog mee. Volgens mij is het Bastard suiker. Ja, het proeft er wel in ieder geval. We zijn hier bij Roosjacht recht op zee. Er staan een hoop mannen die denken dat ze hier volgens mij moeten pijl en boog schieten. Rin, wat denk je dat je hier moet komen doen? Ik weet er helemaal niks van. Maar je hebt er wel een idee. Ik bedoel, je staat hier bij Roosjacht recht op zee. Je gaat toch niet biljart? Nee, maar schieten toch ook niet, denk ik. Nee, maar dat doe je, zeg je uit ervaring van vorig jaar? Of heb je vorig jaar niet meegedaan? Vorig niet meegedaan. Ik doe nou mee, maar wat ik moet doen, dat weet ik echt niet. Welkom allemaal bij de geheime opdracht van onze tweede lunchquiz. Die hebben we ook niet nodig voor de versterking, dat is alleen maar voor de filmcamera. Wij heten jullie dan ook welkom bij de keuken van Masterchef Hoogeloon. Wij hebben voor jullie dadelijk een heerlijk gerecht klaargemaakt. Dit gerecht bestaat uit exact 25 ingrediënten. En jullie de keus, of in ieder geval de taak, om alle 25 ingrediënten te noteren. Je wilt het zien wat erin zit. Lekker, hè? Franske, je bent soep aan het determineren. Ontleden, zeg maar. Weer ontleden. Maar het valt niet mee. Ze hebben wel buitenlandse strooi ingeduid of zo. Ik weet niet wat het is. Volgens mij moet ik proeven. Serieus? Ja. Ik wil het eerst hun doen, want als zij over de nek gaan, ga ik niet mee, hè? Nee, maar we hadden al gevonden. Ik heb, ja, het belangrijkste, water. Hein, je zit hier helemaal alleen aan de tafel. Jij hebt ook wel geen vrienden. Nee, ik kan ook niemand afkijken, hè. En is deze het eerste wat je vandaag eet? Nee, gelukkig niet. Want als ik hiervan moet leven. En we gaan er wel van eten? Ja, daar ga ik wel lekker proeven, ja. Maar eerst eens kijken wat ik er zo allemaal uit kan halen. Ik zie veel bonnen. Ja, ik ook. Je hebt de soep al bijna op. Ja. Maar je hebt er niks opgeschreven? Nee. Maar Het smaakt goed in ieder geval. Je hebt natuurlijk misverstand van soep. Ja, ik heb er een soep van gegeten. Koop je zelf een kooitsoep en stel het envelopsoep? Ook pakjes, dat is wel net zo makkelijk voor. Dat is envelopsoep noemen wij. Ja, dan wel. Sjaak, wat is dat voor soep? Dit is uitmuntende lekkere soep, maar hoe dat die heet, dat weet ik niet. Ja, maar je weet wel wat erin zit, want de blaadje is bijna vol. Nou, vroeger is het goed gedronken, hè. Dan kwam er ooit bij mij niets uit en dan lijkt het wel een beetje op voor aan zijn middag in zaten. Nou, dat hadden we ook wel gegeten natuurlijk. Daar heb ik ook allemaal naar binnen gewerkt. In de frietent. Ja. Gewoon afkijken bij een buurman. Nee. Eerlijkheid duurt het langst trouwens, hè? Wat is te doen? Hallo. Hi. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd, want het is aan deze kant van het huis vrij stil. Jullie zijn hard aan het werk. Wij zijn heel hard aan het werk. En aan het zoeken. Gaat dat lukken of? Oh, het komt allemaal goed. Alles één voor één. Jullie worden vanavond ook Loons kampioen. Wie weet. Nou, wij gaan er in ieder geval voor. Nou, dat komt helemaal goed. Zoals ik het hier hoor. Puur een hapje en een drankje. We hebben alles. We hebben genoeg laptops. Helemaal goed. Lekker eten, gezellige mensen. Pure concentratie. Zo is het. Dankjewel. Hey, succes. Ik ben helemaal mee. Ja,
wel. Dat weet je bent ingehuurd. Nee. Ja. Hey, Den Hof omspaaien, dat weet je toch nog wel? De wat? Den Hof omspaaien. Ik ben thuis fit, hè? Nee. Opa is daarheen. Het is nog eens halen. Wat kom je hier doen? Wat is de opdracht hier? Ja, de bloemen. Hè? Dan moeten we weten welke bloemen er zijn. En je hebt verstand van bloemen? Nou, nee. Maar mijn, daar heb ik wel connecties mee. Dus, je maakt er een foto van? Ik maak er een foto van en dan komt het helemaal goed. Waar zullen we nou toch weer zijn? Er zit hier een zekere Boeddha. Dus het zal wel een spiritueel team zijn. Maar we zullen eens gaan kijken. Volgens mij is het gezelligheidsteam of zoiets. Kijk binnen. En Ries, ja? Is het hier het gezelligheidsteam? Ja. Is het hier gezellig? Is het hier gezellig? Nee! De gezelligheid hier. Heel gezellig. En straks wordt het helemaal gezellig. Hè? Nou is het even heel serieus. Allemaal flink aan de gang. En straks gaan we de kroeg in, hè? Ja. Welke kroeg? Ja, wij hebben hier de kroeg. Hoor. Meneer? We duiken de kroeg in. Ben benieuwd. Er zit er ook nog nul op. Een kroeg van je welste. Dat verwacht je toch niet? Hier, een kroeg. Waar is de tap trouwens? Ja, we hebben een hey, pauze. Hey, John is ons eerste bier. Ik hoop voor jullie niet het leste. Nou, voor mij ook, dus ook het duste vanavond, dus maar niet het leste. Nee, dat denk ik ook niet. Proost. Proost. Hey, we hebben hem! Nou, wij moesten twee foto's zoeken en daar moeten we de verschillen van uitzien te vogelen. Hadden ze al allebei gevonden of? Ja, dat is gelukt. Heel hoge loon doorgekrost, maar dankzij deze goede chauffeur is het allemaal goed gekomen. Maar waar is die andere dan? Die andere? Ja, dat is een geheim, hè? Oh. Je weet nooit waar dat nou dadelijk terecht komt. Ja, maar wij zijn onpartijdig dus. Oh, waar was hij ook weer? Toch zeggen we niet. Flauw meiden. Flauw zijn wij. Fijne avond. Ja, we zijn hier bij de foto, de tweede foto bij Gerry. Wij zien de verschillen niet. Ik hoop de rest wel. Zijn jullie druk bezig of kunnen we het filmen? Shaki, ik begreep dat jullie vorig jaar tweede zijn geworden. Nee, we zijn derde geworden. Maar wij zijn wel een beetje in de favoriete rol meegeduwd. Dus vandaar dat wij eigenlijk nog wel een beetje zijn gesaboteerd, mag ik zeggen. Ik zal dit verhaal eens even uit de doeken doen. Ten eerste hebben we Peter Molle. Die is dus heel het jaar door gedacht dat hij met ons mee ging doen. En net op het laatst, vorige week, heeft hij afgezegd. Zat hij ineens bij een ander team. Dus Peter Molle, ik denk dat in Kasteren nog een hele leuke badmintonclub voor jou is. Dan weet je dat bij deze. Verder hebben wij natuurlijk de nieuwe leden van de badmintonclub Het Veertje. Die wouden heel graag met ons meedoen met de quiz. Maar door hun vriendengroep zijn ze op een zeer strenge manier duidelijk gemaakt dat zij niet met ons mee mochten doen. En zodoende zijn wij weer drie fantastische kandidaten kwijtgeraakt. En zo wordt ons clubje steeds kleiner en uitgedunderd om ervoor te zorgen dat wij toch zeker niet gaan winnen. Maar wij zijn natuurlijk gesterkt en het zal ons gaan lukken om toch naar die titel te gaan. Maak dat Hoogeloon maar duidelijk even, ja? Dat geloof ik wel. We zijn hier bij Team Pas begonnen, bij Frans van de Paas. We zijn kijken of dat Frans van de Paas sowieso nog wakker is. Zijn jullie pas begonnen? Net begonnen. Dan zullen we volgens mij voor de tijd kort komen. Hier zitten er ook alweer vier. Er zullen nog wel meer van de passen zitten. Deze Wim, heb je overal een pasklaar antwoord op? Of? Nou, niet helemaal. Nee, nog niet helemaal. Met welke vrouw ben je bezig? Ik zie Sabia. Welke vrouw is dat? Twee. Dat is in het begin. Ja, dan ben je echt pas begonnen. Pas begonnen, ik zeg. Vraag twee. De meeste zijn al bij vraag 65. Oh, nou, daar ga ik niet al van melk. En we zijn jullie met de familie hier aan het quizzen of zijn ook mensen op de baan? Er zijn er wel een paar die ik nog niet gezien heb vanavond. Ja, maar ik heb vader ook nog niet gezien, zoals ik hier heb. En ze Koen ook. En ze Koen heb ik niet gezien, dus die zijn ergens de baan. Ja. Hanna, wat ben je aan het doen? Ik ben PlayStation spelletjes aan het kijken wat zijn. Ja. Oh, dat weet je natuurlijk wel. Echt wel. En dan kun je ook op zien op de computer. Daar zijn we nou ook mee bezig, ja. Waar zijn jullie geweest? Wij zijn rond geweest. Ja, maar wat zijn jullie geweest te doen? Schorsteen en zoeken. Schorsteen en zoeken. Viel niet mee. Zwart Piet.
Nee, die hebben we niet gezien. Oh. En Frans, waar had jij gevonden? Een schoorsteen. En wat was precies de vraag? Hoeveel van die schoorstenen, zou ik zeggen, van die kappen dat er op die schoorstenen stonden en welke adressen? Maar... En in het donker? En dat in het donker. En ze zijn allemaal zwart en ze hebben wel een lamp bij gehangen om het te kunnen zien. Maar... Nou, dat is niet moeilijk waar we hier zijn. De winkel was nog open. We zijn hier op een van de mooiste locaties in Hoogloon, de Hennekooi. Er zit vriendengroep Jos Beres. We gaan kijken wat ze aan het doen zijn. Zit je bij de vriendengroep Jos Beres? Ja, ben er bij Jos Beres ook al geweest. Waar zit Jos Beres? Bij het steunpunt. Snap je het of snap ik het? Ik snap het in ieder geval. Nee, maar ik snap niet dat je niet hier is eigenlijk. En daar zit er nog een die ik van denk dat die niet bij jullie thuis zit. Ja, maar, nee, maar we denken dat er een mol bij is. Maar de... Ja, in een mol wel, dat wisten we al. Dat is wel zo wijs, hè. Kees, team Jos Beres. Wat heb je jouw team samengesteld? Op kwaliteit of gewoon op de kennis. Vrienden? Kennis, echt kennis. Ja, kennis ja. Of ja. Kennis? Kennis en kennis, okay. Allebei. Ja. Maar het komt er ook uit? Tuurlijk komt er uit. Anja, was jouw link met de vriendengroep Jos Beres die hier helemaal niet is? Nee, maar ja, die doet gewoon bij zijn eigen familie mee, hè? En sorry? Bij het steun. Oh ja, met de bejaarden. Maar die zijn goed hoor, die zijn keigoed. Wij hadden hem eigenlijk wel nodig gehad. Ja, heel hard, heel hard. Nou, ik neem nog een blimke mee voor Toon van Beres. Ik heb vorig jaar dus een bel kapot gemaakt, dus dat wil ik bij deze goed maken. Toon, voor jou een mooie plant. Ik ben wel benieuwd, doet u mee met de quiz? Nee, ik doe niet mee met de quiz. U doet niet mee. En wat doet u wel? Waarom zit u hier vanavond? Omdat ze gevraagd hebben om hier in de kerk te komen. Maar ik wil niet, omdat ik de koster ben, wil ik niet onbeheerd die de kerk open doen. En daarvoor zit ik hier. Nou, we hebben hier nou twee quizzers. Die gaan de protestantse kerk komen die van binnen bekijken. Die kijken op de muur en die zien door staan. Marieke? Ja, maar wat staat er nou precies? Moeten we lezen op jouw vraag? Dat moet binnen protestant zijn. Ik wil dat met mijn hoofd zoeken hoor. Ja. Welk dier staat er hier op de tafel, Wim? Kijk eens goed. Samen, ja? Ja, hey. Kunnen wij even kijken hoe goed jullie het aan doen zijn? Ja, ja, ze zijn druk bezig, dus kom binnen. Goed, ik hoorde jou net zeggen dat jullie verdeeld zijn over twee huizen. Helemaal strategisch uitgebouwd vanavond, of? Ja. Godsamme. Nee, ze zit ook nog bij de familie Lauwers, op de Schutsboom, dus hij is hier vlakbij. En we hebben een paar mannen naar buiten gestuurd en ja... Wij zitten hier ongeveer met 10 man en bij het andere huis ook met 10 man. Dus ja, hopelijk werkt het allemaal. Het valt er niet zo mee wat ik net al zei. Dus veel opzoeken. En we hebben ook al van de familie wat hulplijnen. Dus alles over de app. En het is de eerste keer dat we meedoen. Maar we hebben wat ervaring uit Vessum ingeschakeld. Dus wel superleuk, maar het valt er niet zo mee. Maar waar zijn jullie hier aan het zoeken? De 100.000. We zijn de 100.000 aan het zoeken. Nou, die is hier volgens mij niet. We zijn het hartje aan het zoeken, maar we moeten een lijntje terug. Zaten wij er bijna tegen jullie uit, man? Nee, wij bijna tegen jullie, maar dat maakt niet uit. Oh, nee, maar dan. Nee, maar wat voor een hartje? Een hartje moeten wij vinden. Wij moeten dit hartje, dat zoeken wij. Uit dat hartje zoeken we nou? Ja. En dan hangt ergens weer een deur. Ja. Dus we gaan weer verder. Ja, sorry hoor. Geen tijd te verliezen. Nee. Van Alsems. Nee. Die heb ik dan niet, maar als we wel een beetje voor. Deze week? Ja, Dex. Dex. Dat is al langer geleden. We zijn hier bij Naus en Co. Allemaal familie van Janneke Naus, denk ik. We zullen eens gaan kijken. Hey Walter, we hebben gelukt. We kunnen meteen aanvallen. Dus je ook een frikandel? Zo'n lekker stukje fles? Ik heb wel. Met mayonaise? Harry, de slimste zeiden ben jij, zeg je. Zeg eens allemaal. Ik dacht dat Frans Tolen daar was, maar die deed hier niet mee. Nee, maar het niveau ligt wel hoger als, hoger als de basisschool, denk ik. Ja, de rum voor mij is wel moeilijk. Ik doe mijn best, maar het is heel moeilijk. Hebben ze jou al gevraagd voor de slimste mens? Nee, ze zijn wel wijzer. Wat ben jij nou aan het doen? Nee, we hebben hier nog een paar vragen die we open hebben.
Dus we zitten onder andere te zoeken naar het kenteken van de auto die gebruikt is bij het toneelstuk wat gespeeld werd op het 90-jarig jubileum van Sint Pancratius. We geven hem meteen een deur aan de politie, want dat kan nooit een goede auto zijn. Nee, denk ik ook. Jij wordt ook een slimmerik, zijn ze. Nee, maar waar ben jij nou mee bezig? Waar ik mee bezig ben? Ik ben op dit moment bezig met mensen te volgen die in Hoogloon wonen en verhuisd zijn. Kom je ook uit Hoogloon? Nee, ik woon wel in Hoogloon, ik kom niet uit Hoogloon. Waar kom je dan vandaan? Ik kom uit Reuzel. Reuzel. Hebben ze ook een Reuzelse quiz? Zover ik weet niet. Denk het ook niet, hè? Nee, ik denk het ook niet. Nee. Wij gaan de borden tellen bij de sportveld. Worden bij het sportveld? Ja. Reclame worden? Ja, reclame worden. Ik zit nou in de Bolderstraat, die kant. Ja, ja, bent wel, maar, dan ga je die kant in, hè? Richting Hapert. We worden tegengehouden door de cameraman. Nee, maar remmen gauw, want het is van hoogtijd. Ja, niet over meteen. Jullie eten dat quiz wel, of niet? Dat klopt. Ja? Ja. Gaan jullie dat vanavond ook goed quizzen? Of, Wij gaan natuurlijk winnen. Proberen we. Alle vertrouwen in? Ja, alle vertrouwen erin. Hey, super. Veel succes. Dankjewel. Oh, hey. Hallo. Ja, goed. Ik zie dat jullie druk bezig zijn. Gaan jullie winnen dit jaar? Of, Dat zijn we zeker van plan. Dat komt goed. Met onze inzet moet lukken. Ja, want ik hoorde net al dat jullie verspreid zitten vanavond. Of, Dat klopt, ja. We hebben de dames zitten hier, de meeste dames. Hè, en de jongens die zitten hier bij de buren. Oh. Ja. Jullie hebben de kwebbelaars apart gezet. Verdeel en heers. Dus met gezamenlijke inspanningen gaan we dit winnen. Komt helemaal goed. Ja. Hey, dankjewel. Succes. Dankjewel. Volgens mij zijn we met de lanterfanters zo aan de jeugd te zien. We gaan binnenkijken. Eva, je bent teamleider van de lanterfanters. Wat ben je aan het doen? Vragen maken. Ja, maar welke vragen? 49 over taal. 49 over taal. Ja. Welke taal? Weten we niet. Italiaans en Grieks en Spaans. Het is een woordje Italiaans als ik vraag. Was dat die buongiorno? Ja, en pizza? Spaghetti? Komt al in Holland. Jullie zitten alleen maar aan het bier drinken en in het telefoon aan het kijken. Je doet eigenlijk gewoon niet mee. We houden heel erg mee, maar de rest zon zich af van ons. Nee, maar, wij zijn juist wel bezig, nu niet. Nee, maar waar zijn jullie het zoeken in een telefoonboek? Wij moeten een naam zoeken met twee verschillende boomsoorten. Ja, wel. In de achternaam. Dat weet ik niet. Had je net even weg kunnen doen. Nou, aan hun had ook nog. Van jou hebben ze ook niks, denk ik. Dat denk ik ook niet, maar dat is zeker van tevoren al. Maar ik ben er meer voor de gezelligheid, dat zie je ook wel, hè. Ja, ja, ja. We zijn hier weer bij een ander team, de Quizband. We gaan kijken hoe we het ervan afbrengen. Job, ja. Inseminator. Ja. Wat doe je hier? Ja, ik wil allemaal vragen beantwoorden over koeien en zo, maar er is niet veel van gevraagd, Frans. Nou, ik kwam ergens iemand tegen die zat op de site voor Belze Blauwe te kijken. Maar... Ja, ja, maar dat je dan niet over de koei, maar over iets anders, denk ik. Ja, maar weet je van loon dingen of... Ja, ik ben hier een beetje aan het kijken in het hogeloon schrijfgeschiedenis, maar ik kan er wel in het andere taal, ja. Dat is wel allemaal nieuw voor jou, hè? Allemaal nieuw, maar past mij gewoon aan. Dat moet je sowieso doen. Zo is dat. Je zit hier heel ontspannen. Heb ik jou vorig jaar bij een ander team ergens zien zitten? Nee. Vorig jaar was ik er niet bij, Frans. Vorig jaar had ik andere verplichtingen. Maar dit jaar hebben ze me echt wel aan het werk gezet, hoor. Oh, maar je zit er toch maar uitgezakt bij van, nou, ik doe dat even en ze zien wel wat er gaat gebeuren. Ja, maar wel, maar dat is de beste houding, hè, om heel moeilijke vraagstellingen op een gemak even aan te pakken. Inderdaad, hele moeilijke vragen, Walter, kijk. Ik snap er sowieso ook niks van. We zijn hier bij Couleur Lokaal, de deadline is bijna bereikt, we gaan even kijken hoe het er hun zijn. Druk, denk je dat je het haalt tot aan het lessen? Ja, de laatste rondjes, het loodje bij je verzamelen, zeg maar. Dus, Nee, wij komen heel erg, overal heel erg vervelend binnen, dat weet ik wel. Nee, maar hoe werkt het aan jullie? Ja, we zijn heel erg. We zijn aan het verzamelen, we moeten bijna ingeleveren. Hè? Dus, Oké, okay. Succes mensen, we gaan verder. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Nog een vraag.
Zit er ook nog mensen? Ja, hij zit er nog meer. Ja, of je die jongens? Ja. Ja. Even kijken, de joker niet inzetten, hè? We hebben nog een beetje tijd nodig. Joker, ja. Team Sari Marijs is een eigen les opgegeven. Dat is ook het leste team waar we gaan bezoeken. We gaan kijken hoe ze zijn. Of dat ze het misschien al weg hebben. Hey, het is bijna tijd, hè? Hoe zijn jullie? Sari Marijs. Wij gaan toch. Heb je Sari Marijs, wat betekent eigenlijk? Dat is ongeveer een paar vroeger helder. Zong je dat? Ja. Kun je dat ook zingen? Sari Marijs, heel ver van mij af. Hoe moet dat even doen? Ja, ik heb vroeger ook dit. Ik was to the old transpal. That's right. Team captain, de eerste keer meedoen, moeilijk. Het is hartstikke moeilijk. Het is hartstikke gezellig, maar het is vooral veel. Ik heb het ook niet afgekregen. Nee. Ik zag onderweg nog mensen van jullie team. Ja, er wordt volop aan gewerkt natuurlijk om alle informatie bij elkaar te krijgen. Ja. Die bellen nog? Die komen nog terug, die kunnen hard rijden, die komen wel terug. Ja. Nou, we rijden snel naar het eindpunt, want de deadline is bijna bereikt. Dus we gaan kijken wie dat er al zijn eigen het quizboek al ingeleverd heeft en wie dat er allemaal nog moet komen. We zijn benieuwd. Toon, hoe is het gegaan? Frans, nou, het was wel hectisch op het laatst, maar we hebben niet alles kunnen beantwoorden. Maar we hebben het veel beter gedaan dan vorig jaar, dat weet ik zeker. Dus, je had ook wel een paar intelligente mensen bij gekocht. Ja, we hebben een heel goed team ingekocht, hè, moet ik zeggen. We hebben goed ingekocht en dat ging fantastisch. Alsjeblieft. Joker ingevuld? Ja. Helemaal goed. Leni, waar heb jij jouw joker op ingezet? Op taal. Jij bent goed in taal, of jullie team is goed? Nee, ons team was goed in taal. We hadden een paar jokers gehaald bij ons die goed in taal waren. Dus... Daar gaan we vanuit. Nee, maar voor de verdere is dit allemaal goed gegaan. Nee. Maar het was wel wel leuk. Heb je geen schorsteen kap gevonden? Nee, we hebben geen schorsteen kap gevonden. En die hartjes werden daar afgebroken? Ja, die hartjes heb je gevonden. 5, 4, 3, 2, 1. 2. Nou, we hebben afgeteld. De lunch quiz zit erop. Alle deelnemers hebben hun tassen ingeleverd. En voor jullie zit er nou de zware taak om alles op te zoeken. Ja. Wij gaan morgenochtend om 9 uur beginnen bij om alles na te kijken. En dan hopen we dat morgenavond helemaal klaar te hebben. Namens iedereen bedankt voor de gezellige quiz. Dus, en waarschijnlijk weer tot volgend jaar. Laten we hopen van wel. Dat is wel onze inzet. Bedankt op de bed. Ja, wij zeiden als ze logisch moesten nadenken, maar dat vonden ze wel heel moeilijk.